Goedemorgen dames, op deze zondagmorgen. Het regent hier weer lekker, dus ik zou zeggen, we lassen allemaal een knutseldag in. Het is echt weer weer om binnen te blijven. Ik ben vanmorgen al wel eventjes natuurlijk met Jos naar buiten geweest. Maar ik geloof niet dat ik vandaag nog heel veel buiten ga komen. Ik weet niet hoe het weer bij jullie is. Maar hier is het dus gewoon echt drie keer niks. Nou, de vaste zondagochtend, altijd om 10 uur, gezellig even een live. Die houden we er altijd maar in, hè, dat we lekker samen even een bakkie drinken. Ik heb alweer een kopje thee erbij staan. Ik weet niet of jullie alweer een bakkie bij de hand hebben. Nou, ik zit eigenlijk nog steeds helemaal in de kerstcreaties. Dus ook vandaag gaan we weer iets leuks voor kerst maken. Nou, jullie weten, we verkopen op het moment heel veel de transparante bollen, hè. Vooral die kleintjes, die verwerkten we altijd veel op kaarten. Dan kun je natuurlijk een plaatje of een kleine gnoom kon je daarin doen. Maar ja, ik denk, ik wil nu ook eens even een grotere transparante bal. Dus ik ben even bij de groothandels aan het zoeken gegaan. En toen had ik deze leukers gevonden van 10 centimeter doorsnee. Dus daar gaan we vandaag een XL schutbol mee maken. Nou, je ziet, ik heb hier al een tafereeltje ingemaakt en er zit lekker losse sneeuw in. Huisjes, boompjes en een gnoom die in de sneeuw staat. En ik heb hem verwerkt op een leuke foldcard mal van Dutch Doo Badoo. En dat is een mal in de vorm van een 3D-ster. De achterkant moet ik nog beplakken. Maar deze is dus 3D. Die gaan we ook een beetje vullen aan de binnenkant, zodat hij mooi bol blijft staan. Maar zo krijg je dus een leuke hanger voor in de kerstboom of gewoon voor in je kamer. Ik heb er ook een lintje aan gemaakt dat je hem op kan hangen. Dus deze gaan we lekker maken vandaag. Nou, ik ga gewoon stap voor stap beginnen. Kunnen jullie meekijken hoe dat we doen? Nogmaals, ten eerste hebben we natuurlijk die grote nieuwe transparante bollen nodig. Die zijn 10 centimeter doorsnee. Ze zitten per 5 dubbele verpakt in een setje. Dus je kan er natuurlijk ook een complete bol mee maken. Dit wat ik hier nu gedaan heb, kun je natuurlijk ook tegen elkaar aanplakken. Dat je aan twee kanten een tafereeltje maakt. Dus dat je alleen de bol maakt met een lintje eraan, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je hem dan gewoon zo dubbel hebt en dat je hem ophangt. Wat hebben we verder erbij nodig? Ik heb deze nesting dies van Crafty Motions heb ik erbij gebruikt. Dat is een stans met een mooi geschulpt randje in meerdere formaten. Ik denk zelfs dat je die kleinere schutbol er ook weer achter kan. Ja, hier zie je, daar heb je ook weer precies een maatje voor die daarbij past. Maar het lijkt wel of die ervoor gemaakt is, want als je die geschulpte cirkel dus uitstanst, past hij dus precies achter die schutbol. Zie je? Dan heb je hem meteen mooi afgewerkt. Dus die stansmal gaan we erbij gebruiken. En dan gaan we eerst gewoon beginnen met het tafereeltje maken achter die schutbol. En dan gaan we straks de sterren in elkaar zetten. Nou, dit is trouwens de mal van Dutch Doo Badoo. Die had ik ook nog eventjes erbij liggen. Die mal die heeft dus de vorm van een ster. In het midden heb je hier allerlei vouwlijnen die je dus omhoog vouwt. En dan heb je plakrandjes eraan. Dus je knipt hem straks twee keer uit. En dan plak je ze tegen elkaar aan. En dan krijg je dus een 3D-ster. Maar dat ga ik jullie straks laten zien. We gaan eerst lekker beginnen met het opbouwen van het tafereeltje. Nou, ik wil als eerste natuurlijk een winterachtergrondje. Dus ik zoek even uit mijn papier. Warm en cozy is dat. Zoek ik even een printje met sneeuwvlokjes. En dan zet ik eigenlijk gewoon, ik leg hem even andersom, dan zie je mijn tekenlijn niet. Ik leg mijn transparante bol er gewoon op. Die trek ik over. En dat wordt zo meteen mijn achtergrondje. Ik teken altijd eventjes aan de achterkant, hè. Dan zie je zo meteen mijn tekenstrepen hier. Je kan het natuurlijk ook met potlood doen. Dan heb je weer extra werk, want dan moet je het weer uitgummen. Dus ik doe het altijd eigenlijk met alle Dutch Doo Badoo mallen gewoon aan de achterkant. Nou, deze mag hier al meteen opgeplakt worden. Want nogmaals, we gaan eerst gewoon een tafereeltje helemaal opbouwen. Voordat we straks de bol dicht gaan plakken.
Dus dan hebben we al een mooi sneeuwlandschapje. Als je geen standsmallen van huisjes hebt. Ik heb even voor jullie gesnuffeld. We hebben van Warm & Cozy, daar is het designpapier wat ik hier gebruikt heb. Hebben we ook de bijpassende labelvellen. En die labelvellen, daar zitten ook allerlei plaatjes met huisjes zitten daarin. Grote en kleine. Kijk, zie je? Dus het enige wat ik eigenlijk gedaan heb, is dat ik die gewoon uitgeknipt heb. Ik heb nu in deze schutbol heb ik natuurlijk een gnoom gebruikt. Dus de bijpassende... Oh, hij houdt vast. Dat is het bijpassende vel van de Cozy Gnomes. Maar als je het leuk vindt, kan je natuurlijk ook een poppetje gewoon uit die labelvellen knippen. Dat je bijvoorbeeld een kerstmannetje of ja, daar zit er nog meer voor leuks in. Ik kwam gisteren ook nog andere dingen tegen. Hier heb je nog een leuke pinguïn. Maar al dit soort losse elementjes kun je natuurlijk allemaal uitknippen en gebruiken om je XL schutbol te vullen. Ook dit zit er trouwens in, dat is ook heel leuk. Dat kan ik dadelijk wel eens gaan gebruiken in plaats van een gnoom. Dat ik zo'n sneeuwpopje of zo gebruik. Nou, we gaan gewoon even wat leuke huisjes uitzoeken die we ervoor gaan gebruiken. Ik had ook zomaar even wat willekeurige boompjes uitgestanst. Een boompje hebben jullie vast allemaal wel. Kijk, en met boompjes en wat huisjes, dan heb je eigenlijk al heel snel een gezellig tafereeltje. Nou, dit grote huis ga ik even uitknippen. Dit zijn een beetje van die Schotse scheve huisjes. Dus het eerste wat je eigenlijk doet is dat je gewoon op die cirkel gewoon even een soort van scrapkaartje maakt met een wintertafereeltje. Je kan dat natuurlijk ook met standjes van huisjes doen. Maar vandaag laat ik even zien dat met die pakjes labelvellen, als je geen standjes van huisjes hebt, dat je dat ook heel goed met die labelvelletjes eventjes kunt maken. Ik ga dit tafereeltje weer een beetje anders maken als mijn andere schutbol. Zo, hier komt zo meteen een huisje. En dan hebben we hier nog een rij met huisjes. Die kunnen we dan weer ervoor zetten. En je mag zo meteen ook dit tafereeltje ook best in 3D op gaan bouwen. Hè? Want je hebt ruimte genoeg in je schutbol. Je schutbol is hoog genoeg. Dus we gaan zo meteen lekker met foamtape werken om alles een beetje verhoogd op te gaan plakken. En dan krijg je meteen wat meer diepte in je schutbol. Kijk, dus dat wordt een beetje het idee. En dan ga ik meteen even kiezen. Ik denk dat ik zo meteen die leuke sneeuwpop, die ga ik erbij gebruiken. Dus ik ga in dit geval geen gnoom erbij gebruiken van het knipvel. Maar ik ga gewoon een plaatje gebruiken uit ons labelvellen setje. Kijk, die huisjes, dat was bij mijn gnoom ook. Die huisjes staan eigenlijk een beetje op de achtergrond. En je gnoom staat dan op de voorgrond. Dus je hebt een beetje een soort van diepte. Dus dat die huisjes dan wat kleiner zijn, is helemaal niet erg. Ik knip even die voetjes eraf, want anders wordt die iets te hoog, denk ik. Kijk, maar ook deze leuke plaatjes zitten er dus in. Dus eigenlijk als je dat setje met designpapier koopt met de bijpassende labelvellen, dan heb je eigenlijk al genoeg om ook leuke kerstkaartjes te maken. Want er zitten genoeg plaatjes bij. Dit is ook een hele leuke van die vos. Die vos met die slinger met lampjes vind ik ook een hele leuke. Even voorzichtig die armpjes. Doe niet heel zijn armen eraf knippen. Dit gaan we dadelijk ook al meteen even plakken, want dat mag ook al meteen vast. Dat doe ik zo meteen. En dan gaan we er zo meteen nog een sneeuwondergrondje bij maken. Dat doen we eerst gewoon met papier. En dan gaan we er straks losse schutsneeuw overheen gooien. Vorige week heb ik jullie ook laten zien hoe je schutkaarten met die bolventers met dat ijskristal kunt maken. We hebben nu mooie andere sneeuw. Hele lichte, fijne sneeuw.
Zoals je hier ziet, er zijn ook zakjes van €2,99. En dan gaan we deze schutbol straks eventjes mee vullen. Die schutbol, als we die straks vastzetten op ons ondergrondje, doen we natuurlijk wel met de lijmpistool. Want je hebt daar dus die losse sneeuw in gegooid. En ja, als dat dan niet goed vast zit en je krijgt openingen bij je schutbol, nou, dan weet je het al, dan gaat al die sneeuw eruit. Dus ik zet dadelijk ondertussen alweer even mijn lijmpistool aan. Dat die echt even goed warm kan worden. Dat als we ons tafereeltje straks af hebben, dat we die schutbol goed dicht kunnen plakken. Zo, dit was even een uitdaging met knippen. Kijk maar, hij is gelukt. Ons sneeuwpoppetje. Dus die komt hier straks zo voor. En dan maken we zo meteen, wat ik zei, eerst even een ondergrond van sneeuw uit een wit papiertje. Ga ik jullie ook even laten zien hoe we dat doen. Even mijn lijmpistool in het stopcontact. Nou, kijk, hieronder heb je nu allemaal nog dat blauwe. Dat willen we natuurlijk niet, want het ziet er een beetje raar uit. Dan heb je geen landschapje met een winterse ondergrond. Dus ik neem gewoon een stukje wit papier. Zet je je schutbol er weer op en dan teken je hem gewoon zo even halverwege. Omtrek je even de ronding van je schutbol. Die knippen we zo even uit. Dus ik heb het weer op de achterkant natuurlijk gedaan, dus niet op de mooie kant. Je volgt die ronding even van je schutbol. Gaan we eerst dit al eventjes plakken. Dan zit dat in ieder geval al vast. Zo, hier een boompje. En dan die huisjes, die gaan we even met foamtape doen. Dat hoge huis, dat komt een beetje op de achtergrond te staan. Je hebt ook meerdere diktes foamtape, dus je kan ook verschillende diktes gebruiken. Ik doe nu gewoon even bij het huisje wat iets verder naar voren komt, doe ik gewoon twee stukjes tape op elkaar. Dus hier komt zo dat hoge huisje. Plakken we eerst even die boompjes erachter. Goedemorgen, mam. Zorg wel dat je dus binnen je venstertje blijft, hè, met je tafereeltje, dus met je boompjes en zo. Anders past straks je bol er niet op. Zo, die huisjes mogen hier zo wel weer een beetje overeen vallen. Kijk, en dan zie je ook al dat je er dus een beetje diepte in krijgt, hè, als je dat met foamtape doet. Ja, ik ben altijd van het snelle knippen en plakken, Gerry. Dat weten jullie inmiddels wel, toch? Nou, hier had ik dus die halve bol had ik uitgeknipt. Dan kijk je even voor jezelf waar de hoogte van je huisjes begint. Dat is dus ongeveer hier. En daar scheur je gewoon een randje af. En dan krijg je zo een mooi sneeuwlandschapje. Ook daar doe ik weer gewoon een beetje foamtape achterop. Zo. En die komt er ook weer op. Dus die plak je hieronder precies langs die ronding. En dan gaan we het leuke sneeuwpopje erop plakken. Ik denk dat ik dat even met 3D-kit doe. Die komt hier dus zo weer mooi voor. Waar is mijn foamtape? Die is hier. Even een beetje kit eraan. Waar gaan we hem zetten? Laten we hem hier maar even zetten. Zo, je zet hem dus niet helemaal onderaan. Want hieronder wil je dus zo meteen nog een bodempje van sneeuw. Oh, die sneeuwpop is ook echt leuk erbij, hè, dames. Dan nemen we even de sneeuw erbij.
En nogmaals, we hebben gewoon nu mooie losse, hele dunne sneeuw. Ik leg die eventjes zo hier een beetje op. Niet op je randje, want we gaan dadelijk de schutbol erop plakken. Dan plakken we hem zo meteen dicht. Dus we doen gewoon even zo. En wat ik dan doe, is dat ik gewoon... Ja, sorry hoor, Karin, maar ik werk gewoon altijd snel. Maar jullie kunnen natuurlijk lekker op je gemak het filmpje laten terugkijken als je dat wil. En dan zet je hem gewoon stop als je hem aan het maken bent. Dus, maar ja, ik werk snel en anders krijgen we ook een video van een paar uur. Dat is ook een beetje saai, denk ik. Annette, ik gebruik altijd de 3D-kit van Collal. Dat is deze. En als je die koopt van Collal, dan zit daar in een doosje ook een spuitje bij. Waar je hem dus in kunt doen. En er zit ook een sleutel bij om je tube uiteindelijk op te rollen. Maar ik zweer echt bij die van Collal. Nou, mijn schutbol. Jullie weten het, mijn snoer van mijn lijmpistool is niet zo lang. Ik ga nu even langs de randen van mijn schutbol ga ik even lijmen met het lijmpistool erop doen. En dan plak ik hem zo meteen dicht. En het voordeel is, als je dat dus met een lijmpistool doet, dan zit hij meteen vast. Er zijn ook mensen, bijvoorbeeld Corrie, die zweren gewoon bij de lijm van Dutch Doobadoo. Maar dit soort dingen doe ik eigenlijk altijd met een lijmpistool. Dus ik ga even lijm op mijn randje doen. Zorg dat je dus even helemaal rond gaat. Ook dat moet je een beetje snel doen, want lijm uit je lijmpistool, dat droogt altijd heel snel. Kijk, het zit erop. Even kijken dat ik het zelf zo goed kan zien. Want met het lijmpistool vast is ook echt vast. Dus je drukt hem gewoon eventjes aan. Zo. Eventjes vasthouden en dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Kijk, en dan staat die sneeuwpop lekker in de sneeuw. Nou, hoe leuk is dat? Maar nogmaals, je kan natuurlijk ook gewoon, waar heb ik mijn grote bollen gelaten... Als je dat nou leuk vindt, kun je ook gewoon die bollen dus tegen elkaar aanplakken. Hè? Dat je er aan twee kanten bijvoorbeeld een tafereeltje van maakt. En dan kun je hem gewoon zo ophangen. Dat kan natuurlijk ook. Dan hoef je ook niet per se dit buitenrandje eraan te doen. Want je kan de bollen eigenlijk als het ware in elkaar klikken. Dus dat is ook nog een optie. Ja, er is al een kit van Linda. Als jullie even kijken op norenzo.com. Ik zal hem straks ook eventjes in de groep posten. Ik heb een kit gemaakt met de bolvensters, deze mooie geschulpte mal, die losse sneeuw, die nieuwe sneeuw die we hebben. En als vierde natuurlijk die Dutch Doobadoo mal, die we er zo meteen bij gaan gebruiken. Deze stermal, die zit ook in het actiepakket. Maar deze is leuke, dames. Kijk, en zo heb je dus een schutvenster. En ja, nogmaals, dit is mooie fijne sneeuw, omdat dit best wel een beetje een grotere bol is. Ja, dan kun je er een beetje meer in doen. Nou, nu gaan we hem even zo meteen verwerken op een ondergrondje. Even kijken. We gaan er zo meteen deze ster gaan we erachter maken. Wat heb je daarvoor nodig? Je gaat die Dutch Doobadoo mal ga je twee keer overnemen. Want je moet ze zo meteen tegen elkaar aan gaan plakken. Die buitenste losse stukjes... Dat worden je plakrandjes. Dus ik leg hem even op zijn kop. Die moeten we sowieso al even met een vouwbeen echt eventjes goed doorrillen. Dat daar een goede stevige ril in zit. Nou, ik post hier om 10:30 wordt het actiepakket ook in de groep gepost door dames. En ook de link naar alle losse artikelen als je bepaalde dingen al hebt. Maar je kan ook altijd even kijken op norenzo.com en dan klik je op het kopje Facebook Live. En dan zie je de datum van vandaag, 4 oktober, en dan zie je daar Schutbol XL. En daar hebben we even alles los voor jullie op een rijtje gezet, zoals we het altijd doen. Zo. Dus dit gaan we twee keer doen. Dan heb ik die... Oh ja, ik heb die rilranden heb ik ook weer...
doorgerild met dat tonic rilmesje trouwens. Ik weet niet of ze weer uitverkocht zijn. Joyce weet dat misschien wel. En anders post Joyce zo hier wel eventjes in de groep. Ik haal dan eigenlijk mijn liniaal erlangs. Ik heb hem nou in de winkel liggen. Liniaal erlangs en dan ril ik met dat tonic mesje. Ril ik meteen even dat kartelrandje en dat is dan meteen mijn rillijn. De lange stukken, daar maak je een bergvouw in. Dus een opstaande vouw. Dat doe je bij alle vijfde punten. En dan ga je die korte stukken, daar maak je een dalvouw in. Dat gaat dan al bijna een beetje vanzelf. Maar je moet echt even die lijnen eerst allemaal een keer goed doorrillen. Anders blijft je ster straks niet goed in elkaar zitten. Nou, zo heb ik ze. Kijk, en dan zul je straks zien. Kijk of ik het zo al een beetje kan laten zien. Kijk, zie je wat hij doet? We hadden deze ook ooit in een vintage flourish. Zie je, maar dan komt dit zo omhoog. Even kijken dat ik het zo kan laten zien. Zie je, dan krijg je eigenlijk als het ware zo'n 3D-ster. En ik heb nu op deze ster, heb ik hier dat XL-venster gedaan. Maar dan kan je natuurlijk ook een mooie blauwe mal of zo kun je erop doen. Een ovale of een mooie ronde, net wat je zelf wil. Nou, we gaan dus wel even die losse driehoekjes allemaal nog even beplakken met designpapiertjes. En daar heb ik natuurlijk ook weer dezelfde designpapiertjes voor genomen uit het setje Warm & Cozy van Noor. Moet ik hem wel even goed doen. Zo. Nou, ik heb er nu voor gekozen om alles in één kleurtje te doen. Je kan natuurlijk ook variëren dat je telkens links en rechts een ander kleurtje doet. Je kan per punt een ander kleurtje doen. Dus moet je even kijken wat je zelf leuk vindt. Wat we trouwens in het verleden ook nog gedaan hebben, als je dat leuk vindt. Voordat je hem zo meteen in elkaar gaat plakken, zou je hier ook nog randstansen tussen kunnen doen. Dat had volgens mij Monique Heijnen of Judith Thijssen had dat ooit een keer gedaan. Ik weet het al niet meer. Nou, deze gaan we zo netjes allemaal eventjes beplakken. Mooi donkerblauw printje heb ik. Dan komt dat weer des te mooi over op die witte ondergrond van de ster. En zo meteen het in elkaar plakken van die ster is ook nog even een dingetje. Maar dat ga ik jullie laten zien. Ik doe een beetje een combi van tacky tape met toch het lijmpistool. Als er nog dingetjes, stukjes openstaan, dan frot ik daar meestal een dotje lijm uit het lijmpistool tussen. En dan kun je hem gewoon netjes dichtvouwen. En wat ik zo meteen doe, je moet ook altijd een beetje een soort vulling in je 3D-ster doen. Want anders deuk je hem natuurlijk heel makkelijk in. En ik had daar gisteren eigenlijk gewoon wat propjes van een keukenrol in gedaan. Het is maar dat die opgevuld is. Zo, en de laatste stukjes. Oh, dit is ook een mooi kleurtje. Ik had die andere had ik uit rood gemaakt, maar ik vind dit eigenlijk ook wel gezellig. Andersom. Nee, niet andersom. Hij zat goed. Zo, een beetje schuiven. Had ik die andere ook al gevouwen? Nee, nog niet helemaal. Kijk, zie je al hoe leuk dat die wordt, die ster? Hier kun je natuurlijk ook gewoon een hele leuke kaart mee maken. Hè? Ik moet van de andere ster moet ik alles nog eventjes doorrillen. Dus de lange stukken... Nee, ik zeg het fout. De lange stukken... Ik doe het fout, ik zeg het goed. De lange stukken, daar maak je een bergvouw van. De korte stukken, de rillijnen, daar maak je een dalvouw van. Ja hoor, Kitty, als jij er oude onderbroek in mag doen, dan mag. Vulling is vulling, toch? Kijk, en die korte rillijnen, daar maak je een dalvouw in. En dan gaat het helemaal goed komen met onze ster.
die middelste punt, die vouw je dan eigenlijk naar voren. En dan kun je hem zo meteen precies... Kijk, dan heb je hier deze plakstukjes. Die heb je hier aan de andere kant. Dus dan kan je het straks kun je het zo precies in elkaar gaan plakken. Kijk, wat ik hier dan doe. Ik doe maar eerst even beginnen met het lijmpistool. Het is misschien een beetje lastig om dit aan jullie te laten zien. Maar hier ga je ze op die manier... strookje voor strookje precies aan elkaar plakken. Ja, want het gaat zo stinken inderdaad, hè, Hans? Als je iemand een kerstkaart stuurt met een vuile onderbroek als vulling. Nou. Kitty, kitty toch. Kijk, hier aan de andere kant doe ik dan ook weer mijn plakstrookje... een beetje lijm geven. Ja, dit is gewoon even een gepuzzel. Als je maar zorgt dat hier, dat dit zeg maar netjes aansluit. Als je ze op elkaar gaat plakken. Kijk, nu valt hij dus in elkaar, maar straks met die vulling. Oh, wilt hij? Oh, ik hoor hier dat Jos van de bank valt. En dat nog wel op dierendag. En zo ga je het rondje eigenlijk gewoon rond. Ik ga jullie straks ook even laten zien hoe je er nog een lintje tussen plakt. Zodat je hem op kan hangen. Kijk, zo komt hij al een beetje in 3D komt hij weer te staan. Zie je dat? Als je dan die punten een beetje naar elkaar toe duwt. Zo, en dan gaan we weer naar de volgende. Ik ga even trouwens al een lintje knippen. Laat ik jullie zien hoe dat we die ertussen vouwen. Als je gewoon een lintje neemt. Ik doe aan de onderkant een knoopje erin. Ja, dan krijgen we hier eigenlijk een soort lusje. Die gaan we er zo meteen hier even tussen plakken. Kijk, dus als je hier gewoon in zo'n puntje een klodertje lijm doet. Touwtje ertussen en dan plakken we deze zo meteen weer dicht. Nou, zorg dat je hem nog niet helemaal dicht plakt. We gaan zo meteen de vulling erin doen. En nogmaals, wat je erin doet, oude onderbroek, nieuw stukje keukenrol. Kijk maar wat je bij de hand hebt. Kijk, dan zetten we het eigenlijk als een soort doosje, zetten we hem even open. En daar ga je even wat vulling in doen, dan kun je hem straks niet meer in elkaar drukken. Ja, het is inderdaad even kijken, Christa, hoe je hem in elkaar zet. Maar als je gewoon even het filmpje nog terugkijkt, dan lukt het je vast. Kijk, ik heb hier nou de laatste stukjes. En dan kunnen we hem zo meteen definitief dicht gaan plakken. En als ik dan straks zie dat er hier en daar nog wat spleetjes openstaan. Nogmaals, dan doe ik daar gewoon nog een propje lijm met het lijmpistool tussen. En dan zit hij helemaal vast. Dit is mijn laatste stukje. Die moet hier dus nog even tussen gedaan worden. En het laatste stukje, die vouw je er ook zo even tussen. En dan plak je hem dicht. Ja, dit wordt inderdaad echt een cadeautje, Monica. Je zou daar nog, maar ja, dan krijg je misschien niet open. Ja, ik wil zeggen, je zou er ook nog iets in kunnen doen. Kijk, maar dit is dus die 3D-ster. Die is superleuk.
Achterkant moet ik ook nog beplakken natuurlijk, maar dat doe ik dan later eventjes. Maar hier kan je natuurlijk ook gewoon een mooie ronde stand of zo opdoen. Net wat je zelf leuk vindt. Die kun je natuurlijk met allerlei verschillende soorten dingen kun je pippen. Kijk, dit bedoelde ik dus. Als je op een gegeven moment ziet dat die hier nog een beetje open staat, doe je er gewoon nog even een propje. Of een dotje lijm tussen. En dan plak je hem gewoon netjes dicht. En dan kan er eigenlijk niet zo heel veel meer mee gebeuren. Dicht is dicht met een lijmpistool. Dat vind ik altijd het grote voordeel. Nou, deze is ook tof, hè, dames? Kijk, hier hetzelfde. Hier heb je nog dat hij een beetje open staat. Even netjes afwerken, dat je hem dicht plakt. Kijk, en wat je dan eigenlijk gewoon doet, is dat je je schutbol, die plak je straks met het lijmpistool, plak je hem gewoon zo erop. En dan heb je eigenlijk een hele leuke hanger in 3D, zoals ik hier gedaan heb. Nou, je kan hem dan natuurlijk nog naar eigen idee, kun je hem lekker oppimpen. Je zou er nog een tekst op kunnen maken. Ik heb hier, want hier bovenaan heb je natuurlijk altijd dat ophanghaakje. Dus ik heb daar gewoon een strikje overheen geplakt met kant. Hierboven heb ik nog die kerstbelletjes van Noor. Oh, de zon komt eraan, dames. Even hier dicht doen, anders is het een beetje overbelicht. Nou, hierachter kun je nog wat gnooms uit laten piepen. Dus dit was eigenlijk het ideetje wat ik jullie deze ochtend wilde laten zien. Een lekkere grote XL schutbol. Dus, nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuk ideetje vonden. Nogmaals, ik heb er een leuk actiepakket bij gemaakt. Met de mal van Dutch Doobadoo. De grote bolvensters zitten erin. Deze hele mooie mal van Crafty Motions. Met die geschulpte randen. Daar heb je dus allerlei soorten bolvensters passen daar dus op. Ook die kleinere van 6 centimeter die we zoveel gebruiken. En de mal van Dutch Doobadoo zit erin. Daar kun je ook hele leuke kerstkaartjes mee maken. Dus ik zou zeggen iedereen weer bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. En ik wens jullie een fijne zondag. Doei doei!